Hoi, ik heb vanavond zin om even als hobby een diamond paintwerkje tussendoor te doen. Even eentje waar ik niet dagenlang aan bezig ben, maar gewoon even alleen vanavond. Dus ik heb besloten even een van deze twee kleine van de action te doen. Ik ga voor de pauw, bewaar ik mijn unicorn voor een volgende keer. Erg leuk, ze kostte me 1 euro bij Action. En dit zijn de laatste twee van de serie die ik nog niet gedaan heb. En verder heb ik al deze kleine pakketjes van 1 euro al gedaan. Op mijn kanaal kan je dus ook de andere pakketjes van deze serie zien. Nou, die ga ik dus vandaag doen. Hierna heb ik nog een pakketje van Xenos van een pauw, 45 keer 30 centimeter. En ik heb er ook eentje van Solo, 40 keer 30 centimeter. En ik heb ook nog eentje van AliExpress, maar die is nog niet binnen. Die is onderweg van een oog. Die is geloof ik 30 keer 30 centimeter. Ik ben benieuwd, welke zouden jullie eigenlijk willen zien als ik dus klaar ben met de pauw? Want die heb ik vast vanavond wel af. Welke zouden jullie dan hierna willen zien? De pauw of de kitties? Bedankt voor alle tips. Ik heb tips gekregen waar ik nog meer diamond painting zou kunnen bestellen. En welk formaat ik wel eens zou kunnen proberen. Hartstikke bedankt. En zodra ik alles hier af heb, ga ik natuurlijk weer bestellen. En dan kijk ik even wat jullie me hebben aangegeven als tips. Goed, ik ga beginnen. In de doos zit de kaart. Het is dus een kaartje, wel heel erg leuk. Je hebt dan een kaartje die je dan zelf versiert met de diamonds. Ook nog wel grappig als je dan aan iemand zou willen geven. De zakjes met de diamantjes erin. Een pen waarmee je dus aan de slag gaat. Een stukje was. Nou, wat je dan dus doet is je was. Die moet je daar gelijk je pen mee vullen. Je pen is hol. En die steek je dan zo in je was. En dan krijg je dus hier was aan je pen. En daardoor blijven de diamantjes plakken. Als je dat vergeet, dan loop je een beetje vreemd doen met je pen. En dan krijg je je diamantjes er niet aan. Of ik kwam mij de eerste keer toen ik nog niet door had wat ik nou precies moest doen. Toen dacht ik, dat lukt niet, dat werkt niet. Je hebt een bakje. En hier doe je dan je diamantjes in, zodat je ze makkelijk met je pen op zou kunnen pakken. Nou, oké. Ik tel hier 6 zakjes. Dat betekent dat ik nog even van mezelf, deze zijn van mezelf, zitten niet hier in het pakket. Net liet ik je zien wat hier lag, zat in het pakket. Deze pak ik erbij. En daar kan ik de rest van de kraaltjes in doen. Want dan kan ik wat makkelijker werken. Even kijken. Ik begin hier zo van links naar rechts. Dus ik begin daar met blauw. Je doet je zakje in je bakje. Zo. Hoeft niet alles erin. Gewoon een beetje. En het lastige van het bakje wat je hier bij Action hebt gekregen is dus dat die rond is. En je ziet het al. Je bent steeds bezig met een heleboel kralen. En eigenlijk wil je tussendoor steeds switchen. Nou, en dan is het dus van een rond bakje niet handig om dit weer gelijk zo hier in het zakje terug te doen. Dus dan is het eigenlijk beter als je het bijvoorbeeld in een bakje zou kunnen doen. Heb je lege eierdozen, dan zou dat ook best wel handig zijn. Dan zou je dit dus in je eierdoos kunnen bewaren. En dan doe je dus, vul je 1 vakje voor blauw. En dan als je verder gaat met paars, nou dan doe je dat paarse. En dan kun je het weer makkelijker in de eierdoos doen. En dan op het laatst dan is het wel even lastig om over te vullen. Wat dat betreft zijn deze bakjes veel handiger. Want als je het hiervan terug zou willen doen in het zakje, dan is het een stuk makkelijker. En je hebt zelfs bakjes waarbij de opening helemaal open is. Nou, dan is het echt helemaal een eitje. Even kijken hoor, ik heb er hier eentje naast me liggen. Kijk, dit is dan helemaal makkelijk. Bij het teruggieten is dat dus veel makkelijker. Maar goed, je hebt het niet voor het kiezen. Het pakketje was maar 1 euro. En hier moet je het mee doen. Je hebt hier een laag plastic, die ga je niet gelijk er helemaal aftrekken, want dan maakt het werken gewoon heel erg lastig. Je moet het zo zien, wanneer je met je hand hier een beetje overheen gaat om een beetje te steunen, of als je zo met je werk bezig bent, dan ligt je hand hier op je werk. En als je al alles eraf hebt gehaald, dan ligt je hand hier in een plaklaag. Dus dat is niet zo heel erg fijn. Plus alle stof wat er dan misschien eraan vastkomt, is natuurlijk ook niet zo heel fijn. Dus je tilt het gewoon een heel klein stukje omhoog voor de plek waarmee je aan de slag gaat. Je pakt een diamantje op en die plak je dan op de juiste kleur. Hier wordt het met kleur aangegeven, lekker makkelijk. Je houdt je pen recht wanneer je oppakt en dat maakt het oppakken dus zo ook een stuk makkelijker. En dan ga je hiernaast en dan plaats je het. Nou, lekker simpel. Als je niet in één keer gelukt is omdat je het een beetje verkeerd hebt geplakt of je hebt per ongeluk een verkeerde kleur geplakt, is ook niet erg. Je gaat gewoon met je pen erop. En je kan het dus nog steeds zo of weer afhalen of je kan het even opzij schuiven. Dat is dus geen enkel probleem. Zo kun je het nog gewoon mooi meetrekken.
Het gaat hier om hele mooie diamantjes. Die zijn dus niet mat van kleur. Je ziet het wel, ze glinsteren ook wel. Die zijn dus wel heel erg mooi. Vind ik altijd leuk om over te houden, want dan kan ik daar mijn eigen werkjes mee verzinnen. Een leuk ontwerpje tekenen en dan plak je daar dus de diamantjes als versiering bij. Heb je in een vorige video van mij kunnen zien. Toen heb ik takken getekend met zwarte stift. En dan in plaats van blaadjes heb ik hartjes eraan geplakt met mijn diamantjes. En zo ga ik verder. Kijk hoe mooi die er al uit begint te zien. Ik vind deze inderdaad wel heel erg leuk. Ook altijd erg leuk om cadeau te geven aan iemand die wel van creativiteit houdt en die het wel leuk zou vinden om echt wel ruim een uur bezig te gaan om de steentjes hier zo op te plakken. Het plaatje begint er ook al heel erg leuk uit te zien. Deze is niet zo heel erg makkelijk. Van deze, ik vertelde je net al, je hebt meerdere pakketten van deze serie. Ook allemaal 1 euro per pakket bij Action. Nou, deze is op zich best wel wat makkelijk, omdat er niet heel veel verschillende kleuren zijn. En je kan nog best wel grote vlakken plakken van 1 kleur. En omdat ik in mijn vorig pakket zo'n multipen had gekregen, vind ik het wel handig om hiermee even te proberen met de multipen. Nou, zoals je kan zien, hier deed zijn dan de onderdelen waar ik dus mijn multipen bij kan gebruiken. En hier had ik ook wel een paar met mijn multipen gedaan en kan ik er een beetje mee oefenen. Bekijk zo meteen het eindresultaat. Kijk eens aan. Nou, hartstikke leuk. Een leuke kaart. Kun je dus op de achterkant nog wat schrijven en aan iemand geven. Nou, ik vind het er hartstikke leuk uitzien zo. Lekker simpel werkje. En hier heb ik dus goed kunnen oefenen met mijn multipen. Nou, gaat al wel een stuk beter. Het is wel makkelijker zo'n multipen met de diamantjes. Met de vierkantjes vond ik ze echt super moeilijk. Nou, mooi. Ik heb nog zelfs wat zakjes over met diamantjes. In mijn vorige video heb je kunnen zien wat ik dan altijd doe. Hoe ik mijn werkjes ga opruimen en waar ik mijn zakjes bewaar. Dan heb ik weer steentjes over om mijn eigen ontwerpen te maken. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doepa doe!